De auto's worden schoongemaakt, de was wordt gedraaid, de bidonnen worden gevuld en ook de fietsen worden klaargestoomd. Zo ziet de voorbereiding op Milaan Sanremo eruit. En oh ja, de renners die gaan nog wat trainen. We rijden mee met Frans Maassen, die Maarten Cialinghi en Matti Breschel begeleidt met de auto. Kijk, in principe zijn ze er klaar voor. Maar ja, ze rijden nou lekker 55, 60 achter die auto. De bandjes losrijden, goed zweten. En dat lukt wel met 55 à 60 in het uur. Maar ze hoopt natuurlijk op een goede koers voor Rabo. We hebben gewoon een hele goede ploeg. Alleen het is te zien hoe die koers gaat lopen. Gaan we een sprint krijgen met 5 man, met 20 man, met 40 man of met 80 man? Dat weet niemand. En Milaan-Sanremo is eigenlijk een traditioneel verloop altijd, die eigenlijk begint op de Cipressa. En kun je mee op de Cipressa? Ja, dan nee, daar gaat het om hoor. Wie er graag mee had gekund op de Cipressa is Michael Matthews. Zijn hele seizoen stond tot nu toe in het teken van Sanremo. Maar helaas schoot een zware val in de Tirreno Adriatico roet in het eten. I have 15 stitches in my arm. En wasn't quite that good, but it's healing really fast. And I also have 5 stitches in my leg and a lot of cuts and stuff all over my back. Nu moeten vooral Breschel en Renshaw de kastanjes uit het vuur halen voor de Rabo-ploeg. Ja, Breschel is in topvorm. Renshaw heb ik wat minder gezien in Parijs-Nice. Maar hij heeft zich wel, hij kent die koers goed en hij woont daar in de buurt. Hij heeft daar veel getraind nog. En in principe hebben we gewoon een goede ploeg. Maar ja, ik kan ook niet zeggen of hij nou de Cipressa overleeft. Dat geldt zelfs overigens voor Cavendish, wat een topfavoriet is. Maar moeten we zien of die mannen kunnen overleven. Dat hangt van de koersverloop ook af. The whole year I've been, and the whole winter I've been training for this moment. So now it's time to be in really good shape and hopefully it's gonna last until Liège-Bastogne-Liège. But now it's the moment. Voor ons zou het mooi zijn als het een mooie koers wordt, een harde koers wordt. Veel sprinters eraf gaan en onze mannen met veel mannen in de finale komen. En dan wordt het een mooie wedstrijd voor ons, denk ik.